Deze beschouwing. Die gaat over de toestand van Nederland. En over. wat linkjes die ik kreeg van trouwe kijkeraars. En die ene. Die gaf mij een linkje over. 11 september, die aanslagen in New York. En die andere. Die gaf mij een linkje. Over die aanslag op het vliegtuig van ons, van Malaysia Airlines, MH17. Ik ben van mening dat wij in beide gevallen misleid zijn, opzettelijk misleid zijn, over de toedracht. En dat ons een verhaaltje op de mouw is gespeld en nu allemaal stoppen met zeuren. Ik heb er een kopje thee bij. Dus, uh, als je denkt, wat is dat voor een geluid op de achtergrond? Dat is mijn thee. Waar zullen we mee beginnen? 9-11 of 11 of die uh, ma 17 Het zijn allebei primgetallen. 11 is een priemgetal, 17 is ook een priemgetal. getal. <laughs> Hup, daar heb je weer een samenswering. Nou, ja, het is. Ik had, vorige week had ik een vriend op bezoek. En die gelooft dus niet in dat er een wereldwijde samenswering is. Hij gelooft wel dat er allerlei zaken zijn. En die zijn heel verschrikkelijk. En daar is de waarheid niet goed boven tafel gekomen. En dat is een veelheid aan groeperingen die dat op hun geweten hebben. En, en dus, ja, zijn oordeel over de wereld is. Ja, er zijn allerlei verschrikkelijke toestanden. En er zijn mensen en die doen de meest onoorbare dingen. En die komen daarmee weg, maar dat zijn telkens andere mensen. En ik ben de mening toegedaan dat er allerlei dingen gebeuren. En die zijn heel erg onoorbaar en het is steeds dezelfde groep. Het is namelijk de groep die, uh, ja, die is van de universele kerk. Dat begrip alleen al, dat je zegt, ik heb een universele kerk, dat betekent al dat je verdacht bent. Want dat klopt niet. Uh, een kerk is per definitie uh, lokaal. Nee, om het uit te leggen, je, je hebt een geloof en dat mag universeel zijn. Waarom niet? Ja. Uiteindelijk is het geloof, er is maar één waar geloof. En dat is het geloof, dat is zo zou ik dat dan noemen. Ja. En ja, dat beleid je dan op persoonlijke basis. Minimaal. En sommige mensen vinden het prettig om dat in een groep te beleiden. Dus die willen dan iedere week bij elkaar komen. Nou, dat is best. Waarom zou dat niet mogen? En dat is dus een lokaal gebeuren. En wat de Universele Kerk doet, is dat ze dat fenomeen. Dus dat ze dat fenomeen mondiaal willen maken. Dus de mondiale vereniging van alle verenigingen van mensen die iets te geloven hebben en dat willen delen. Dat dat onder een mondiaal keurmerk komt te staan. En dat moet je niet willen. Omdat het niet nodig is, moet je het niet willen. En. Uh, het feit dat wij het niet nodig hebben. en dat er toch mensen zijn die dat doen. dan moet je je afvragen waarom die mensen dat doen. Nou, het antwoord is dat doen die mensen. Hè, van die universele kerk, van de mondiale kerk. dat doen ze omdat ze bezig zijn met een politieke agenda. en ze willen het denken van de mensen kunnen reguleren. En dat doen ze dan via de universele kerk. Nou, en nu is de universele kerk die is, uh, die heeft intern uh, problemen. By the way, omdat de paus die er nu is, Franciscus, die is heel erg liberaal bezig, zo heet dat. <coughs> En die. die gaat daarmee in tegen nogal wat. gelovigen. die helemaal niet gediend zijn van die liberale toestanden. Om een voorbeeld te noemen. Er is een concilie, een synode geweest. Niet een concilie, maar een synode. Recentelijk. En die stond in het teken van het Amazonegebied. En allerlei mensen uit die streek, het Amazone-oerwoud, werden uitgenodigd in Rome om daar uh, hun geloof te komen beleiden. He, in het kader van wij zijn van de mondiale universele kerk. En die mensen daar in het Amazoneoerwoud die moeten ook mee gaan doen dus die moeten een plekje krijgen binnen het grote geheel. Nou, er zijn er nogal wat mensen binnen de katholieke gelederen die zeggen van wat mot dat? Waarom moeten mensen vanuit het Amazonegebied met hun heidense geloof want ze geloven dan in de Pachamama. Ze geloven in een moedergodin. En die vereren ze dan ook, maken ze beeltenissen van. En daar moet je voor knielen. En, hè? Nou hebben de katholieken wat dat betreft natuurlijk boter op hun hoofd. Want ze doen het zelf ook als het gaat om Moeder Maria. Of de Heilige Maria, moeder van God. Daar doen ze hetzelfde mee. Maar ja, dat vinden ze dan wel weer acceptabel, omdat ze dat zelf al heel lang doen. Maar we gaan niet de Pachamama Mama aanbidden. Want hoezo is de Pachamama Mama dan ook de moeder van God? He, dat kan natuurlijk niet. Maria is de moeder van God en niet de Pachamama. Mama. Ja. Nou, en dan die ja, Am Amazone-synode. Daar is ook in naar voren gekomen dat het celibaat. Dat ligt helemaal niet lekker in die groep. Om niet te zeggen, dat vinden ze onacceptabel. Een celibaat is dat je je onthoudt van seks als priester zijnde. Dus heeft de paus al laten doorschemeren dat hij openstaat voor het nadenken over wat betekent de regels gaan verruimen. Aangaande het celibaat. Nou, en dan heb je de andere katholieken die daar helemaal van gaan stuiteren en zeggen: wat krijgen we nou? Nou, dan heb je nog de, de toenadering tot de homoseksuele mens. Nou, er zijn veel traditioneel katholieken helemaal niet van gediend. En die zijn al helemaal niet gediend van het feit dat je homoseksuele priesters kan hebben. Wat ze dus zo dadelijk gaan toestaan. Dus dat je een man hebt en die gaat een homohuwelijk aan. En die wordt vervolgens ook priester. Dan heb je een getrouwde priester die homoseksuele seks bedrijft. Nou, voor veel katholieken is dan het einde zoek. En daar hebben ze gelijk in. Ik heb niks tegen homo's. Het punt is dat ik ze beschouw als mensen met een afwijking. Een afwijking waar je op zich niks aan kan doen als samenleving. Want je hebt het nu één keer, je hebt het altijd. Maar het hoort niet te zijn. Maar dat maakt verder niet uit, die mensen niet naar het leven te staan. En ze kunnen heel nuttig zijn in je samenleving, dus je, ja, je hoeft ze niet te verwijderen. Maar het is niet gezond. En het is, in zekere zin is het asociaal. En Er moet gewoon voor de vrouwen gezorgd worden, punt. En dat kan je... Ja, er moet voor de vrouwen gezorgd worden. Maar ja, tegenwoordig kan je zeggen van heel veel vrouwen... die willen niet meer dat er voor ze gezorgd wordt... want die, wordt wel, die worden wel verzorgd door de staat. Met een uitkering en een leuk woninkje en zo. En dan vinden ze dat wel best. Dus die hoeven niet meer verzorgd te worden door een man. Maar dat is ook weer geen positieve ontwikkeling. Want dan zitten wij dus met z'n allen te zorgen voor die vrouwen. Uh, terwijl die vrouwen dan denken: ik heb er recht op en die zijn dus helemaal niet dankbaar. Dus die worden gratis verzorgd. Dat is niet zo fijn. Hè? Nou, dat zijn van die dingen die meespelen als je het hebt over homoseksualiteit. En wat ik dan vind van uh, de, de Bijbel en homoseksualiteit. Nou, de Bijbel zegt dat homoseksualiteit afwijkend is. En zegt ook dat het, uh, het is dus niet oké okay is in, uh, in het grotere geheel gezien. Dus in de ogen van God is het niet oké. Okay. Het is een veeg teken van een verdorven samenleving als homoseksualiteit schering en inslag wordt. Je hebt het altijd in zekere mate, denk ik wel. We hebben altijd vreemde gasten, vreemde gadders. Maar als het om zich heen begint te grijpen, dat Jan en alle mannen het gaat doen, omdat het zo hip is. Zoals in het oude Griekenland. In de dagen van Aristoteles en Plato en Socrates. Ja, toen was het vrij normaal. De, de, de man die had seks met een vrouw voor het nageslacht. En die had voornamelijk seks voor het genot. Met, dat deed hij veel vaker, want seks met een vrouw is iets van: ja, dan nou moet je er weer op. Hij is voor mijn nageslacht, oh ja, dan nou moet je me even doen.' In de zin van: nou, doe het maar even met je ogen dicht en dan is het weer voorbij. Dan kunnen we daarna kunnen we weer normale seks gaan hebben voor het plezier. Zo was het oude Griekenland. En die normale seks voor het plezier, zoals het daar heette, dat deden mannen onderling. Echt, gadverdamme. En nu moet je ook niet gaan zeggen, Griekenland is de bakenmat van de democratie, want dat was het helemaal niet. Griekenland was zo'n typische samenleving waarbij 1% de baas was en 99% was een slaaf. En had niets te vertellen. Dat was een uitermate fascistische maatschappij. Niks aan democratie. Ja, die 1% die, die, had het voor het, ja, die had het voor het zeggen. Dus 1% mocht stemmen en 99% niet. Nou, dat noem je dan een bakenmat van de democratie. Dan ben je volgens mij een beetje verkeerd opgevoed hoor. Of je moet het zo zien dat je zegt: van kijk, in een democratie is het zo dat iedereen mag een stem uitbrengen. Maar die stemmen hebben allemaal geen enkele waarde, want in achterkamertjes wordt er bepaald wat we gaan doen. Oh, dat lijkt Nederland wel. Ja, precies. Dus het heeft in Nederland ook geen enkele zin om te stemmen. En dan die vriend van mij, hè, die dan niet gelooft dat er één. En dezelfde club is die achter de rottigheid zit. Maar dat het dus een veelheid van clubs is. En ja, daar kan je eigenlijk geen pijl op trekken. En, uh, nee, dat weet je gewoon helemaal niet. Maar dit is dan met die en dan met die. Het is eigenlijk een beetje een vageboel. Uh, maar was het altijd al, misdadigers en zo. Hij wil niet aan het idee dat het dus één club is. En het is wel één club, Dus die club. Is de universele kerk en wat erbij hoort. Het is de club die de universele kerk koet kekoet wil runnen. Ze willen iedereen qua geloof op één lijn krijgen en dat ja, vinden ze erg belangrijk. En de reden dat ze dat zo belangrijk vinden is omdat het past in hun doel en dat is de totale overheersing van de wereld en het ons maken tot slaaf. Het is dus de 1% die de baas gaat zijn over de 99%. En dat op een duurzame manier. En dat getijdt het beste in een samenleving waarin homoseksualiteit welig tiert. En dan krijgen ze dadelijk ook dat de, de leeftijd voor consensuele seks. die wordt, de toegestane leeftijd wordt verlaagd. Daar kan je op wachten. Daar zijn ze nu al over bezig. In 2011 was er een publicatie in een Duitse krant. waarin stond dat in Vaticaanstad. of all places. Vaticaanstad is dus een staat, hè? heeft een eigen wetgeving en alles. daar hadden ze een wet aangenomen dat consensuele seks. dat mocht met mensen vanaf 12 jaar. Nou, zie jij het voor je? Vaticaanstad. Je weet wel. Van de Paus en zo. De universele kerk. Twaalf jaar. Oh, dat krijgen we hier ook. Nu is het zestien. Prostitutie is achttien jaar. En consensuele seks is zestien. Behalve natuurlijk tussen twee mensen van twaalf. Dat ze allebei twaalf zijn. Ja, dat kan je moeilijk verbieden. Maar als iemand dus volwassen is en hij wil consensuele seks met een jongere iemand, dan moet die persoon 16 jaar of ouder zijn. Is nu de wet. En zo dadelijk wordt dat 12. Wacht maar af. Het is een kwestie van tijd, meen niet. Je zal het zelf wel merken. Het komt allemaal vanzelf. Ja, het is wat. Het is bizar, dat zonder meer. Ik ben het helemaal met je eens. En het is al heel lang zo. Dat die, die club de baas is en dat ze achter de schermen al die spelletjes spelen. Ja. ja, het gaat maar door. Ik vond het een mooie toen ik leerde dat in Chartres, waar die hele grote kathedraal staat kerk, of dat ding, van de universele kerk dus de katholieke kerk katholiek betekent universeel ja, dat, die enorme kerk die is gebouwd met geld wat de lokale bevolking in die regio heeft opgehoest omdat dat volk te horen had gekregen dat als ze niet zouden gaan betalen dat hun een hele erge straf te wachten stond een straf van God. Ja, toen die, die mensen zo bang geworden. Hebben ze allemaal heel veel geld betaald. En, en toen dachten ze, ha 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 ha. Dan hebben ze dat enorme gebouw gemaakt. En wij gaan dan vervolgens. Uh, ja, je hoeft nog net geen kaartje te kopen om daar binnen te gaan. Maar wij gaan uh, met uh, grote verwondering daar allemaal staan. Oh, oh wat mooi. Nou, zeg. Poe. Oh, oh. zo lopen allemaal door het gebouw heen. Ons helemaal niet afvragend met uh, hoe die mensen daarmee weggekomen zijn met die leugen. Wij denken dan van, ach ja, uh, die universele kerk heeft dan weliswaar gelogen over zoiets, maar kijk nou eens, we hebben er wel een mooi gebouw aan overgehouden. Kijk, zo denken wij. Wij zijn het perfecte uh, slavenvolkje. En we maken ons druk over rechten voor homoseksuele mensen. Vinden we allemaal erg belangrijk. Ja, nou ja, oké okay, dan maar. Dat is Nederland. En in Nederland is het hetzelfde als in Engeland. En is het hetzelfde als in Denemarken in Zweden, en Zweden. Ja, veel landen. In, ik heb het meegemaakt dat het achteruit ging in Nederland. En Nederland is zwaar achteruit gegaan. Euh, daklozen bijvoorbeeld, hè, dat is nu een bekend fenomeen. Hè? Dat had je helemaal niet toen je klein was. Helemaal niet. En als je het echt helemaal te bont en te dingen had gemaakt, dan ging je naar het leger des Huis. En dan kreeg je echte soep en een bed. En dan werd er een baantje voor je gezocht. En, uh, nou, dan kwam je wel weer aan uh, de dingen. Uh, zomaar op straat uh, lopen. Dat heet uh, een zwervend bestaan leiden. Dat heet een landloperij. Daar werd je voor gearresteerd. En terecht. Maar tegenwoordig niet meer. Hè? Tegenwoordig zitten de landlopers, de daklozen, die zitten te zeuren om geld bij de supermarkten. En wij denken dat die mensen zielig zijn. Nee, wij zijn zielig. Wij zijn onze samenleving kwijt. Want vroeger was dat niet. Dat is toch even gebeurd in uh, 50 jaar tijd. Ik weet nog dat het begrip is uh, het ook alweer? In Parijs, ook clochard. En in Parijs had je clochards. Dat waren de daklozen die wij kenden. Voor de rest kende je dat helemaal niet. En dan van die clochards, daar dacht je als klein kind van, nou, dat is helemaal geen stom bestaan, want in Parijs is het best lekker weer. En daar drinken ze rode wijn. Nou, en de, de wijn in Frankrijk is veel beter dan de wijn hier in Nederland. Qua hè? kwaliteit voor geld. Dus dan drinken ze goedkope wijn, nou, maar dat is een hele goede kwaliteit, hoor. En die drinken ze onder de bruggen van de Seine. Dan zitten ze nog droog ook. Met andere woorden, het bestaan van een klochaar in Parijs, dat was eigenlijk nog romantisch. Dacht je. Ik weet niet of het zo was, maar... Hè? Maar in Amstelveen, waar ik opgroeide, daar had je helemaal geen daklozen, helemaal nul. En in Amsterdam, ja, daar had je leger des en meerdere vestigingen. En iedereen gaf geld aan het leger des Die gingen collecteren in de kroegen. Ja, hadden ze vet geld op, hoor. En ze verkochten dan zo'n blaadje, denk ik ook, dat ze langs de deuren gingen. En dan boden ze een magazine boden ze aan. Het leger des heils bestaat nog steeds, by the way. Mijn dochter, die zit er nu op stage. En tuigjongen, wat er zit. Zou ik net hebben. Ja, het is hard achteruit gegaan met Nederland. En met onderomringende landen ook. En ook financieel gezien. Ja, toen ik hier in 76, 1976 in Arnhem, nee 78, voor het eerst in Arnhem kwam, ah, was echt een, Arnhem een hele leuke stad. Uh, heel veel winkeltjes en. Ja, als het zaterdag was, dan was het bomvol in de stad, joh. En dan op donderdag begon het uitgaansleven. Dan oh, was het knetterdruk op de Korenmarkt. Dat is zo'n markt hier in het centrum, vlakbij het station. feest, was donderdagavondfeest, vrijdagavondfeest, zaterdagavondfeest. En zondagavond was het ook nog druk. Gezellig druk. Niet zo druk als op zaterdag, maar. Nog steeds gezellig druk. En nu? Nee, dat is niet meer. Er was zo'n nachttent. waar je als je daar op donderdag. Ja, als je op donderdag, vrijdag en zaterdag naar binnen wilde. die waren dan open tot vier uur s'nachts. Als je dan naar binnen wilde. dan moest je de twee euro betalen. Alleen voor de toegang. En dan binnen natuurlijk nog een drankje. Hè? Nou, toen hebben ze eerst op donderdagavond die portier maar achterwege gelaten. En toen hebben ze op vrijdagavond en zaterdagavond de portier maar achterwege gelaten. En mocht je er gratis in. En de laatste keer dat ik er kwam was de portier was de nieuwe uitbaat geworden. Was gepromoveerd, omdat die man die die zaak runde, ja, die had er geen zin meer in. Er kwam toch geen hond meer. Helemaal, helemaal weg. Dat is toch niet grappig. Dat is helemaal niet leuk. En dan gaat het weliswaar om een, uh, een kroeg waar ze muziek draaien en er is verder niet zo heel veel aan verloren. Maar aan de andere kant, aan de andere kant wel. Als je het beseft in het, in het licht dat mensen uh, zich even te buiten willen gaan... en nog een, een beetje maf willen doen. En... Ja, dat, is dus, dat, 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 dat kan dus niet meer. Dat, of, dat doen mensen niet meer. Mensen hebben daar het geld niet meer voor. Dat is te treurig, vind ik. Dat is echt heel zielig voor ons. Maar het zat eraan te komen... Want wij zijn zo slaafs. Wij hebben het niet in de gaten. Wij maken ons druk over homorechten en dierenrechten en mensenrechten. Maar politici mogen gewoon liegen. Daar hebben we helemaal geen moeite mee. En dat is een punt. Dat is een verbeterpunt voor ons. En het allerbelangrijkste is dat, dat wij dat fenomeen van die universele kerk, dat wij de kwaadaardigheid daarvan niet onderkennen. Ik laat even een pauze vallen, maar wij snappen niet hoe kwaadaardig die club is. De enige mensen die snappen hoe kwaadaardig die katholieke club is, dat zijn de bijbelgelovende christenen. En dat, dat is een bouwde uitspraak en uh, ga maar verifiëren. Als jij het niet met me eens bent, dan zet maar hieronder een reactie en kom maar met een groep die net zo overtuigd is van de kwaadaardigheid van de paus de organisatie die de paus neerzet. Want de paus op zich is alleen maar een figuur. Johannes Paulus I bijvoorbeeld, die is 33 dagen paus geweest... en toen werd hij s'morgens niet meer wakker. Of hij werd beter gezegd, hij werd dood aangetroffen in zijn bed. En we weten niet waar hij aan overleden is... want het lichaam van een paus is dermate heilig... Dat je er geen lijkschouwing op mag doen. Dus ja, dan weet je niet hoe die man aan zijn einde gekomen is. Dan kan het dus ook zo zijn dat hij vergiftigd is geweest. Omdat hij dingen aan het doen was die de club niet goed uitkwamen. En de club die dus de universele kerk stuurt. John F. Kennedy, die heeft gezegd dat er uh, in Amerika een samenswering was. En er was een samenswering uit één stuk. Monolithisch had hij het over. Dus uit één stuk gehouden of zo. Of, uh... Nou, ik denk niet of het Nederlands ook monolithisch mag zeggen. L Lithisch betekent steen. Dus mono steen. Mono is één. Hè? Uit één steen, uit één stuk. En de vraag is dan natuurlijk wat hij bedoelde. Het antwoord is natuurlijk de katholieke kerk. Want wat kan hij anders bedoelen dan dat? En dan was John F. Kennedy van huis uit ook katholiek. Maar hij zag niks in dat hele politieke gedoe van de katholieke kerk. Nou, er was bijvoorbeeld in de jaren 50, dat is de tijd van John F. Kennedy. Was er een kardinaal en die organiseerde, of ja, die was het Amerikaanse volk aan het motiveren om een oorlog te gaan voeren in Vietnam. Dus een kardinaal zat erachter. Was die kardinaal die vergreep zich ook een kleine jongetje, by the way. En daar kwam die ook mee weg, die kardinaal. Kardinaal Spelman. Dat was in de dagen van John F. Kennedy. En John F. Kennedy die zag dat helemaal niet zitten: dat Amerika een oorlog zou gaan voeren in een wild land. Duizenden kilometers verderop. Het is totaal verboden volgens de Amerikaanse grondwet. Dat mag het Amerikaanse leger helemaal niet doen dus is toch het ministerie van Defensie? En Defensie betekent verdedigen. Nou, je kan moeilijk zeggen dat je aan het verdedigen bent als je in een land waar je niks mee te maken hebt, als je daar napalm op loopt te donderen. Hoezo is dat verdedigen? <laughs> Dacht je dat je aangevallen zou worden door Noord-Vietnam? Ja, dat was die Vietnamoorlog. was een enorme scam. En uh, John F. Kennedy wilde daarmee stoppen. John F. Kennedy wilde ook stoppen met uh, het, het blindelings ondersteunen van het project Israël. Daar vond hij nergens op slaan. En hij wilde opnieuw een munt laten circuleren die van de Amerikaanse overheid zelf was, in plaats van een buitenlandse munt. Want dat hadden ze, ze hadden, Amerika heeft onder Woodrow Wilson, de Amerikaanse president, ergens in het begin van de 20e eeuw, dat was voordat de Eerste Wereldoorlog begon, heeft Amerika afstand gedaan van het eigen monetaire systeem en het overgedragen aan, een, aan het Vaticaan. Daar komt het op neer. Die Federal Reserve die wordt aangestuurd door Rome. Dat is de Federal Reserve Bank van Amerika. Ja, en John F. Kennedy dacht, die vond dat onzin. En dat is ook onzin natuurlijk. Waarom zou jij als natie gebruik maken van geld wat gedrukt wordt en beheerd wordt vanuit een vreemd land, namelijk Vaticaanstad? Nou, die dingen zo tezamen, die hebben John F. Kennedy de kop gekost. Ja, daarvoor, in de 19e eeuw, had je in Amerika die president Lincoln, Abraham Lincoln. Dat was ook een president van, voor en door het volk. Ja, die heeft de katholieke kerk ook dood laten schieten. Toen is de Amerikaanse de overheid zo boos geworden op het Vaticaan dat ze de diplomatieke betrekkingen hebben verbroken met het Vaticaan. Maar Ronald Reagan heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw die diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan netjes hersteld. Ja, dan was alles weer terug. En tegenwoordig, ja, jij, je snapt toch ook wel dat Donald Trump. Uh, die, heeft, uh, die heeft niks te zeggen. Helemaal niks. Die, die, die doet alleen maar kleuren binnen de lijntjes die aangegeven worden door het Vaticaan. En denk nou niet dat ik overdrijf. Ga maar een keer goed kijken. Ga maar een keer googlen met Donald Trump en Pope Francis. Moet je eens kijken wat voor foto's je alleen dat niet al vindt. Ja, dat geldt ook voor onze eigen koning bijvoorbeeld. Die had ook de, ik weet niet meer hoeveel foto's zijn er van gemaakt van hem en de paus. Ja, waarom is dat, denk je? Omdat het zulke goede vrienden zijn. Maar waarvan kennen ze elkaar dan? Nee, hey, dat is de wereldorde. Dat is de Babylon. Dat is Babylon. En dan die twee evenementen waar ik het net over had. Hè? Die aanslagen van 11 september. En die aanslag op dat vliegtuig, die MH17. Dat waren aanslagen met een, ja, waar een hele grote voorbereiding aan vooraf ging. 11 september was ultiem goed voorbereid. Dat kon je goed zien aan de verslaggeving op radio en tv. Hoe op de dag zelf er een heel groot aantal mensen op straat werden geïnterviewd. met: ja, wat vindt u dan van de aanslagen? En dat die mensen. Zo'n verhaaltje afdraaide van: ja, nou, zus en zo. En uh, onze vrijheden zijn ernstig aangetast. En, uh, en dan niet te vergeten, natuurlijk, hè. Osama bin Laden, Al-Qaeda. Er is een of andere snuggerig uh, raar geweest. En die heeft al die interviewen met mensen op straat. De uh, man on the street heeft al die interviews op een rijtje gezet en die is die, die hoofden van die mensen is gaan opzoeken. want wie zijn dat toch die mensen die op straat werden geïnterviewd? ja dat bleken allemaal uh, uh, bestuurders te zijn van grote companies, waaronder media companies en marketingbureaus en allemaal CEOs, directeuren. ja ja en die liepen toevallig op straat. ja ja Nee, joh. Dat was allemaal uitgeknobbeld van tevoren. Ja, van een. Uh, zo en zo laat gaan die vliegtuigen erin. Zo en zo laat zakken die dingen omlaag. Zo en zo laat gaan we die interviews doen. Blablabla. En de bedoeling was. Dat. Dat gebouw nummer 7. Wat pas om half vier smiddags in elkaar zakte. Want dat klopt niet, hè? Daar was iets heel raars aan. Dus het was. Ik, ik denk dat er, iets, dat er iets mis is gegaan met die explosieven. Dat die niet afgingen. En daardoor liep dat hele tijdschema fout. Maar de bedoeling was dat dat gebouw nummer 7 in elkaar zou zakken. En dat niemand in de gaten had wat er uh, eigenlijk aan het gebeuren was. Ja, nou zitten ze dus met het gebouw nummer 7, wat in elkaar is gezakt om half vier smiddags. En mensen denken: goh wat raar. En dat is ook heel raar. Een gebouw van 47 verdiepingen, dat is niet eens door een vliegtuig geraakt. En dat zakt dan ineens als een plumpudding in elkaar. De, de eerste paar seconden dat het gebouw in elkaar zakt, die gaan met vrije val. Officieel gezegd met 9,81 meter per seconde kwadraat. Letterlijk met de valversnelling. Dat betekent dat er helemaal geen, <laughs> geen draagvermogen meer onder zat. Dat betekent dat er met explosieven is gewerkt. Dat kan niet anders. Een gebouw zak niet zomaar met vrije val in elkaar. En die vrije valtijd is er niet. Die volledige 6, 7 seconden. Maar iets van 2 à 3 seconden lang is het vrije val. Ik heb het filmpje gezien. Iemand heeft het: Je kan het vrij maken als je er een filmpje van hebt en je weet wat voor wiskunde. Dan kan je laten zien: dat was met vrije val. En het hele gebouw is in elkaar gezakt in 6,7 seconden. Dat is verschrikkelijk snel voor een gebouw met 47 verdiepingen. Ik durf te wedden dat jij van je leven nog nooit een gebouw hebt gezien met 47 verdiepingen. Tenzij je toen in New York was. Door die Twin Towers, die waren hoog, maar <laughs> gebouw nummer 7 dat was ook hoog hoor. Nee. En dat met die aanslagen van 11 september. Ik weet inmiddels, ook via een van die kijkeraars die mij dus een linkje stuurde, of een paar linkjes over die 11 september toestanden, dat die organisatie rondom Richard Gage, Architects and Engineers for 9-11 Truth, die club, die is geïnfiltreerd, of die werkt samen met Jezuïten. Ja, maar het was de katholieke kerk die erachter zat. Dus dan hebben ze een van hun eigen. Hebben ze mee laten werken. Van dan ga jij maar bezighouden met die. Ja? En wat ze, denk ik, gaan doen. Is dat ze zo ongelooflijk ingewikkeld gaan lopen doen over allerlei details en toestanden. En dan gaan we hier nog even over nadenken. En dan gaan we daar nog even over nadenken. Dan gaan ze net zo lang mee door totdat het volk. Denk van... Ah, die aanslagen van 11 september... Dat is nou alweer zo lang geleden. Moeten we ons daar nog druk over maken? Nou, zeg. Als ja? ze rustig denken in... 1, 2... Nou, ik denk 2, 3 generaties. Dat ze daarop mikken. En moet het... 25 tot 50 jaar... Uh, moet je bakkeleien... Een pap en pappen nat houden. En dan is er geen... Draagkracht meer onder de bevolking. Dat gaan ze doen. Ik zag ook een. een uh, er was een videoverslag van een forum. En allerlei mensen zaten op een podium en dat waren dan de deskundigen. En dan zat er een of andere oudere baas. En die hield een enorm ingewikkeld verhaal. En die stotterde. En een u en a. En die kwam niet helemaal goed uit zijn woorden. En. Uh, en waar hij het nou over had. Het was, het was zo detaillistisch. Ja. Zo'n zo verhaal van iemand die dan denkt. Ik weet ook wat en dan wil ik het eens dus even echt over hebben. Maar waar je het over moet hebben is dat op die ochtend van 11 september. dat al die mediabazen toevallig op straat liepen. En allemaal hadden ze een mening over die aanslagen, namelijk Al-Qaeda en Osama bin Laden. Dus dan weet je toch dat het allemaal voorbereid is. Nou, dus daar moet je op beginnen, lijkt mij. Maar dat gebeurt niet. Nee, ze laten een oude man uh, half stotterend, uh, stamelend op een podium een of ander onbegrijpelijk het verhaal houden over. Het ging over het in elkaar zakken van het gebouw nummer 7. Dat dan de dwarsverbindingen, die waren meegenomen met een alfa-tangent van uh, 40%. Terwijl normaal gesproken in de bouwkunde moet dat niet met 40%, maar met 50%. En het lijkt maar een klein verschil, die 10%. Maar in het grotere geheel, omdat die dwarsverbindingen toch weer in verband staan met die laterale verbindingen. Moet je in dit geval, omdat de hoeken niet helemaal orthogonaal zijn. Dan mis je 10% dan best heel belangrijk. En dat het over het hoofd gezien is bij de bestudering, dat vind ik toch een ernstige uh, hiëat in. Uh, ja, dat lijkt me toch wel dat we hier wat aan moeten doen. En daar dan rustig een half uur over gaan lopen. Lullen. Kijk, dan valt iedereen in slaap. Dus zo hoef je niets te verwachten van Richard Gage. Met zijn. Uh, Architects and Engineers for 9-11 Truth. Die blijven nog. Uh, nou wat ik net zei. En we zijn nu met die aanslagen van 11 september 2001. We zijn nu bijna één generatie verder. Nou, dat moet nog eventjes 20 jaar door. Maar die, wat ze doen is, ze zullen ervoor zorgen. Dat, daar zullen ze op letten hoor. Ze zullen ervoor zorgen dat Richard Gates met zijn architects en engineers van 9-11 Truth. die organisatie, die zullen ze in leven houden. He? Vanuit de universele kerk. Vanuit de wereldorde, jongens en meisjes. He? Want als ze, deze organisatie hebben ze namelijk helemaal in de pocket. Dus deze moet blijven. Die moet nog 40 jaar doorgaan, 20 jaar, 30 jaar. En dan zal het geen hond meer interesseren. En dan heffen ze die club op. Tenminste, ze heffen die club niet op, maar ze geven het dan steeds minder geld, steeds minder geld, steeds minder geld, en dan droogt die uit, en dan heeft niemand het er meer over. En ik zeg je, met de MH17 gaat dat precies zo. Ook bij de MH17 ik was toen op vakantie in de Ardennen met mijn vriend Wim. Wim tuin. En op, het was een donderdag, als ik me goed herinner. En we hadden daar een hele slechte wifi, maar we hadden wifi. En Wim, die hield dus, die had zo'n zo stom, uh, zo een de andere, het, niet een laptopje, maar zo'n zo petje, zo'n soort iPad achter een tablet. Een tablet had hij. Ja, ik veel met Windows erop of zo. En hij zat dus voortdurend uh, te kijken naar nieuws en al die dingen. Ik keek, helemaal geen, ik keek al heel lang geen nieuws meer. En zijn en, en gaan we weg. Maar Wim doet dat nog wel. Nog steeds, by the way. Wel steeds met een grotere tegenzin, maar hij kijkt nog steeds. Nou, die wist dus smiddags al van. Oh, oh er is wat ergens gebeurd. Er is een vliegtuig tegen de grond aangegaan, met een bukraket. Nou, en dan de volgende ochtend ging Wim naar het dorp. Gewoon voor de boodschapjes. En die kwam dus terug met uh, vers brood en al die andere dingen die we nodig hadden. En een krant. Dat was de Trouw. <coughs> Van die ochtend, die vrijdagochtend. En die trouw die was helemaal gewijd aan dat neergehaalde vliegtuig. En op de ene pagina stond geschreven dat iemand had gezegd: van nou, dat uh, omvliegen rondom de Oekraïne, omdat het daar onveilig gebied is, ja, dat kan je als uh, vliegtuigmaatschappij eigenlijk niet veroorloven. Want uh, ja, dat kost veel te veel kerosine. En uh, ja, het is uh, toch al uh, concurrerende prijzen en zo. En een hevige concurrentieslag. En, uh, ja, dan kan zo'n vliegtuigmaatschappij heel begrijpelijk, als ze dat uh, daar niet gaan omvliegen, natuurlijk. Nee, nee dat is uh, veel te duur. En dan twee pagina's verderop staat. Uh, ja, maar je luistert, kijk, zo'n uh, zo vliegtuigmaatschappij hè, die vliegt toch niet in een rechte lijn. van bestemming, uh, van de vertrekdingens naar het aankomende, eindbestemming. Maar dat gaat toch van radargebied naar radargebied, want die vliegtuigen moeten voortdurend in radardingenstroming blijven. Maar ze vliegen niet in een rechte lijn, ze zigzaggen, per definitie. Omdat je niet overal radardekking uh, hebt. En wat je niet wil als commercieel vliegtuig, is dat je van de radar afgaat. Huh? Dus je vliegt altijd dat je zichtbaar blijft. En dan ga je toch zigzaggen. Nou, je, nou, je moet altijd zigzaggen. En als je dan een bepaald gebied, als je daar niet overheen mag, kan. Het enige wat je moet doen, is je moet anders gaan zigzaggen. En dat scheelt je per saldo aan kerosine, kan het je iets schelen. Maar ja, je gaat natuurlijk geen risico nemen door te gaan vliegen boven een gebied waar uh, mensen elkaar aan het bestoken zijn, mogelijk met, uh... wat is het weer? Ground-to-air missiles of zo. Air-to-. Wat is het ook weer? air to air missiles. In elk geval lucht weer geschud. Ja, Dat wil je toch niet hebben. Ja, straks zien ze jou aan voor een vijandig vliegtuig en dan word jij uh, met al je vrolijke passagiers aan boord naar beneden gehaald. En hetgeen dat ook daadwerkelijk dan gebeurd is, hè? Ja, in dezelfde krant, zonder dus dat ene bericht dat het omvliegen om de, de Koekraïne, dat zou je echt nooit mogen doen, want dan zou je veel te veel geld kosten en dan gaat je luchtvaartmaatschappij failliet... Maar ja, dan nog is dan de grote vraag. Waarom heeft Malaysia Airlines dan niet eerlijk tegen de cliënten verteld? Van ja, gezien de kostenbesparing gaan wij we wel over oorlogsgebied vliegen. Dus als je familie hebt en zo, ja, misschien dat je nog even wil gaan telefoneren. Want waarschijnlijk, mogelijk, worden we neergehaald. Dus ja, het kan je laatste vlucht zijn. Ja, dat had Malaysia Airlines dan wel even mogen zeggen. Want we gaan een risicootje nemen en we hopen dat jullie het allemaal mee eens zijn. En anders, ja, we willen wel omvliegen, maar dan moet iedereen 100 euro erbij lappen of zo. Dan hadden ze zoiets moeten zeggen tegen die passagiers. Als het waar was wat die man zei. En als het waar was wat die andere man zei, namelijk dat omvliegen, dat het helemaal, dat het een wassen neus is, dat het alleen maar inhoudt dat je een ander vluchtplan opstelt. <coughs> dat je van andere radiodagstations gebruik maakt. En als dat waar is, ja, dan, dan sloeg het dus ook helemaal nergens op dat ze er wel overheen gevlogen zijn. En die twee tegenstrijdige berichten staan in één en dezelfde krant. En dan ook nog over die bukraketten. Op de ene pagina staat een verhaal van een piloot. en die zegt. ja, nee, maar bukraketten, ja, we hebben het gehoord hoor. Maar, ja, het punt met die dingen is. ze lijken wel heel gevaarlijk. maar die kunnen niet hoger dan vijf kilometer. En ja, de burgerluchtvaart hier zit toch tien kilometer in hogere. Ja. Dus ja, die bukraketten, och. Ja, daar hoef je echt niet bang voor te zijn hoor. En dan mij uh, op, de, op, op dezelfde pagina, nog geen 20 centimeter verder, iemand anders. Ja, die bukraketten, nou, is een uh, gevaarlijk spul hoor. Want uh, ja, die halen toch makkelijker 10 à 11 kilometer. Hè? En dus dat betekent dat ook de burgerluchtvaart, allebei dat niet zo denken, maar uh, ja, maar die, die kan dus ook binnen het bereik van zo'n bukraket liggen, want die kunnen best hoog. Op dezelfde pagina stond dat. Los van het feit dat die hele krant gewijd was aan de MH17. Ja, maar ga nu eens even je tijdschemaatje erbij pakken. Wij zaten in de Ardennen. En s'morgens morgens vroeg hadden wij daar een trouw waar alles in stond. Dan moet je even gaan rekenen. Hoe laat donderdag werd dat vliegtuig neergehaald? Hoe laat was dat in Nederland bekend? Hoe laat was het toen de redactie van de trouw besloten had om de hele editie van die dag, die vrijdag dus, te wijden aan de bukraket? Nou, hoe laat was het toen al die journalisten hun verloven en dingen ze werden ingetrokken. voor extra spannende editieverslaggeving? En hoe laat was het toen de laatste journalist de hand legde aan de laatste letter? Want de drukpersen moesten aan. Ze hadden zelfs hele. Ik kan me nog herinneren, we hadden die krant moeten bewaren. Achteraf. Maar hele keurige plaatjes met spannende tekeningen en dat is in een cartoon van een vliegtuig wat van links naar rechts. En dan zo'n explosieding en dan een bukraket en... Dan weet je toch dat het van tevoren helemaal uitgedokterd was? En dan kan jij je gaan lopen afvragen, ja, maar waarom hebben ze dan die aanslagen van 11 september gedaan en waarom dan die, het neerhalen van die MS-17? Als dat de katholieke kerk was, waarom hebben ze dat dan gedaan? Nou, in het geval van die aanslagen van 11 september hebben ze dat gedaan om Amerika op te zadelen met een vijand. Namelijk een hele onduidelijke, niet nader te definiëren vijand die overal kan zitten en dus nergens. Met andere woorden, die zit misschien wel onder het Amerikaanse volk zelf. En toen kwam er dus de Patriot Act. En konden Amerikanen niet zomaar meer even van Arizona naar Kentucky gaan vliegen. Maar moesten ze allemaal betast worden door vliegveldmedewerkers. Om die, die onderdrukking van de staat op te voeren en de oorlog in Afghanistan en toen de oorlog in Irak. En uh, Guantanamo B vol te plempen met mensen, uh, waarom eigenlijk? Daar ging 11 september over. En wat was het dan bij de MH17? Ja. Nou, het enige dat ik kan verzinnen is dat Indonesië serieuze stappen aan het zetten was om, het in, om intern een monetair systeem in te voeren op basis van Sharia. En dat betekent twee basismunten, namelijk een dirham en een dinar. En de ene, dat is een munt van goud, en die heeft net zoveel waarde als een geit. En de andere is een munt van zilver, en die heeft net zoveel waarde als een kip. En dat is niet helemaal wat de katholieke kerk graag wil. Denk even terug aan John F. Kennedy. Die wilde een eigen monetaire systeem voor Amerika weer terug. En die hebben ze voor zijn kop geschoten. Laten schieten op Daily Plaza. In volle daglicht. Op een plein. Waar iedereen het goed kon zien. Want Indonesië. Die heeft niet alleen die MA 17 gehad. Maar nog twee andere vliegtuigen zijn onder mysterieuze omstandigheden verdwenen. Dus in totaal drie vliegtuigen. Nou, dan denk ik dus dat dat te maken had met het, noem het maar, een soort afpersing van de Indonesische regering. Van als je niet snel ophoudt. Met de rare dingen te doen als een eigen monetaire systeem op te zetten. Dan uh, de, de zullen wij nog meer van dit soort geintjes uit gaan vreten. En ja, wat denk je dat er dan van jouw economie overblijft? Sukkel. Misschien is het ver gezocht hoor wat ik nou zeg, dat kan. Maar ik weet dat er dus twee andere vliegtuigen ook tegen de grond zijn gegaan of verdwenen. Eentje was er, dacht ik, verdwenen. En die andere was ook neergestort. En ik weet van dat plan van de Indonesische regering om die Dinar en Dirham in te voeren. En dat vond ik toen een heel goed idee. Ik denk: ja, dat moet je ook echt doen. Dat, dat zou voor ons ook een uitkomst zijn. Ben je gelijk van de inflatie af? Klaar. <tankt> Want wij hier in Nederland, wij hebben dus dat nu die euro, maar wij worden leeggezogen, letterlijk leeggezogen. Wij kunnen steeds harder gaan werken voor steeds minder vergoeding. En dat komt omdat wij slaafjes zijn. Dat is het lot van de slaven. Als wij. Stelt dat wij een manier zouden vinden om per gewerkt uur. meer opbrengst te krijgen. Stel, dat zou lukken, hè? Dan is het eerste wat ze gaan doen, is dat ze belastingen nog meer gaan opschroeven. Want wat ze niet willen, is dat wij als slaafjes. eigen vermogen gaan krijgen. Dat is hun nachtmerrie. Wij moeten. Net als in de eerste communistische regio's. In de eerste communistische regio's ter wereld. En dat was niet Rusland. of China. Nee, dat was Paraguay. In Paraguay hebben ze de eerste communistische. steden, staten. kleine gebieden. En dat heette de Reductions. of de Rediciones. Ja, en daar werden mensen. gehouden. En die werkten dan en kregen dan net genoeg geld om in leven te blijven en net te weinig geld om zelfstandig te kunnen worden. Die mensen waren volslagen afhankelijk van die rediziones. Bijvoorbeeld omdat de rediziones, of dionnas, die had de vruchtbare landbouwgrond tot haar eigen eigendom verklaard ja, dus de enige grond waar nog een beetje voedsel vanaf kwam, dat was eigendom van de religiones. En buiten die religiones had je dus geen vruchtbare landbouwgebied. Ja, dat, waren, dat was de katholieke kerk, by the way. Dat waren de Jezuïeten die daar zaten. Allemaal uitgezocht. Dit is geen conspiratietheorie. Dit kan je zo opzoeken op Wikipedia. Religiones. Reductions. Reductions of Paraguay. Ik kan het zo opzoeken. Dus dit is dan over de toestand van Nederland. En ik zag dus over die MH17 bij Café Weltschmerz. Dat is zo'n internetkanaal. En dan zie je twee oude kerels. En die zitten allebei te stamelen en te stotteren. En die ene die begint dan ook met een of ander warg verhaal. Ja, het is, uh, die hebben we al ontdekt. Het, het, het Oekraïense regime heeft acht uh, officieren van justitie ontslagen. Dat was het dan, daar waren ze achter gekomen. De, de, de Oekraïense leider had acht officieren van justitie ontslagen. Ja, dat heb ik, heb ik nu net heel snel verteld, of niet? Huh? Oekraïense regering heeft acht officieren van justitie ontslagen. Einde bericht. En dat duurt dan uh, vier minuten of zo, voordat die twee oude mannen uh, de, die declaratieve zin hebben weten te uiten. Ja, ja wat van, ik heb het zo gehoord, ja, de recente ontwikkelingen. Dan met de recente ontwikkelingen, ja, dan gaan we toch wel even bestilstaan nu met z'n allen. En ook dan met het komende congres. Gaan we de recente ontwikkelingen. Uh, uh, misschien dat jij het dan wil vertellen. Want wat is er dan precies? Hoe uh, heet hij? Uh, ja, de bla 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 bla. En dan krijg je te horen. Nou, er zijn acht officieren van justitie ontslagen. Ja, wat interesseert mij dat nou? Wat ik wil weten is. Hoe kan het dat op die vrijdagochtend. dat die trouw, dagblad trouw, al helemaal vol stond. met al die berichtgeving over de MH17. En hoe kon het dat er in die krant uh, volslagen tegenstrijdige berichtgeving stond over die elementaire zaak. Waarom is die maatschappij überhaupt over dat oorlogsgebied gevlogen? Misschien moet je wel om die reden zeggen dat Malaysia Airlines uh, helemaal nie, geen landingsrechten meer krijgt in, uh, in Nederland. Dat wij zeggen, nou wij willen niet langer dat een maatschappij als Malaysia Airlines, die hun passagiers blootstelt aan dermate grote gevaren, alsof het helemaal niets is, en dat ook nog een keer doet zonder dat ze de passagiers waarschuwen. Ook heel... Snap je? Maar dat hebben we helemaal niet gedaan. En waarom duurde het zo ongelooflijk ontiegelijk lang voordat we wisten wie er allemaal aan boord waren? Dat sloeg ook helemaal nergens op. Ze hebben toch van iedereen, een, bij ieder vliegtuig, dat weet jij zelf. Jij moet, als je in Schiphol gaat vliegen, moet jij je paspoort meenemen, ja of nee? Nou dan. Ze weten toch per vliegtuig helemaal ja, alles van je. Namelijk je burgerservice-nummer. Met andere woorden, als er zo'n vliegtuig neerstort, dan is het één telefoontje met Schiphol. Lijkt mij. En dan rollen we vervolgens die namen, die rollen zo over... Nee, dan krijg je via de e-mail. Dan we je zo batsen en alles in één keer binnen. Het heeft ik weet niet hoe lang geduurd voordat we erachter waren, wie er allemaal in een vliegtuig zaten. Dat slaat toch helemaal nergens op? En dan nog die hele periode daarna, dat we er niet naartoe konden, want het is soms zo gevaarlijk daar. Wat is dat voor lulkoek? Nee, hey, we kunnen wel naar Afghanistan, we kunnen wel naar Irak, terwijl we daar niks te zoeken hebben. Maar we kunnen niet naar de Oekraïne, want daar is het zo gevaarlijk. En waarom was het zo gevaarlijk daar? Nou, omdat de rebellen die hadden het gedaan, hè, en die rebellen die werden betaald vanuit Rusland, en nou, en die rebellen die willen dan niet dat wij de onderzoek komen doen. Hoezo hadden die rebellen dat gedaan? Hoe weet je dat nou? Snap je? Op dat niveau moet je het aanpakken. En die redactie van de trouw moet je gaan verhoren. En ik zou, ik zou dat exemplaar van dat dagblad trouw, van die betreffende datum, dat, die zou ik eens even willen opvragen. Ik ga die eens even bestuderen. Blatante nonsens stond erin. En dan minimaal uh, die wet. Er is een wet hier in Nederland en die zegt dat liegen door uh, de media, dat is een misdrijf. Als het wel bewust, je mag wel iets vertellen wat niet waar is, maar dan moet je het ernaar rectificeren. Maar als jij wel bewust een leugen verspreidt, is dat een misdrijf. Maar dat gebeurt niet. En ze gaan bij de MH17 hetzelfde doen als met die 11 september toestanden. Ze gaan er uren over laten lullen door oudere mannen die nauwelijks uit hun woorden kunnen komen. En die gaan er allemaal details bij halen, zoals acht ontslagen officieren van justitie. Wat niemand aan drol interesseert. En dan gaan ze roepen, bellingkat en jit. Een jit, een jit. Een jit wat is nou weer jit? En dan bellingkat, wat is een bellingkat? <laughs> Ja, maar met die dingen lopen, die begrippen lopen brullen. En wij vallen er half bij in slaap. En de katholieke kerk die denkt: wauw, dat is twee generaties. Hooguit drie generaties. En dan zult niemand er meer over. Denk er maar eens over na. Dat is de toestand van Nederland. En het grote ding met Nederland is dat wij uh, helemaal slaafjes zijn. Denken we, ja, we zijn weliswaar slaaf, maar we hebben toch wel. Uh, ja, in Nederland heb je wel een goed leven als slaaf. Ja, maar niet meer zo goed als dat het was toen ik jong was. En zo dadelijk zullen de mensen zijn van mijn leeftijd en die zullen dit zeggen over, uh, hè? over 40 jaar. Moet je eens kijken wat Nederland dan voor woorden is. Joh. En we zullen erachter komen wat wij kwijt zijn. Op het moment dat we het kwijt zijn. We, wij beseffen nu nog niet hoeveel rijkdom we nu nog hebben, wat we straks kwijt zullen zijn. Omdat we dit soort dingen ademloos, met het grootste gemak accepteren. Dat is het punt. Dus er rest mij niets anders dan op zijn hamburgers tegen jullie te zeggen: tjus. En dag lieve mede-Nederlanders.